friends. You can save yourself. Het is een picnic set en het is gemaakt uit biologisch plastic, biologisch afbreekbaar plastic. En in het kleed zitten de zaadjes in, dus als het compleet afspreekt, daarna krijg je dan bloemen voor terug of waterkersen of alfalfa. Het is geïnspireerd op de cradle-to-cradle filosofie. Wat is dat? De cradle-to-cradle filosofie dat is door een Amerikaanse architect en een Duitse wetenschapper bedacht. Het gaat erom dat je recyclen eigenlijk producten of materialen upcycelt en niet downcycelt. Wat is upcyclen en downcyclen? Dat is zeg maar materiaal verslechten, dat is recyclen. En dan verslecht het materiaal de hele tijd en upcyclen wil het materiaal een meerwaarde geven. Mijn product is de backup. Dit is een klein buisje waarin je zelf eigenlijk een tasje bij je hebt. Dus een backup in de zin dat je altijd, waar je ook bent, een plastic tas bij je hebt. Zodat je eigenlijk de industrie, hè, de altijd maar ja, consumerende maatschappij, waarin je continu met plastic, dat je op een andere manier en bewuster omgaat met een plastic tas. En hoe gaat het met de verkopen van? Ik kom voor nummer 2 en dan ben ik los. En dat waren er hoeveel? Het waren er 12. En mijn product is eigenlijk een onbreekbare papieren tas. En hoe heb je hem onbreekbaar gekregen? Door hem heel vaak door te stikken en te voeren met een elastische tulle. En wat vind je nou het leukst? Dat mensen enthousiast zijn of dat er stiekem een HEMA of zo tussen zit die zegt ik wil deze in productie nemen? Nou, daar heb ik over nagedacht. Die vraag is ook al gekomen. Alleen productie is gewoon echt niet mogelijk. Want één tas kost me ongeveer 12 uur om het te naaien. Dus... Het zou niet automatisch kunnen? Nee. Nee, ja, dat kun je wel in gaan stellen, maar dan verliest het gewoon zijn charme. Het is handgemaakt. Het is een oplage van 14 en daar houdt het gewoon bij.